Jongens, welkom bij de Tom en Peter Hot Coffee Show. In een nieuw jaar, santé! Ja, is het al het nieuwe jaar, donderdag? Het is het oude jaar namelijk, volgens mij. Oh ja, oké. Okay. Nog niet, maar we laatste hebben de nep bubbels in ieder geval. We hebben champagne die goed was tot februari. Dit jaar, hè? Dit jaar. Als in 2015. Ja. Oké. Maar het is, stop maar, het is bubbels zonder alcohol, met peer en appel. Van den Ikea, dus bedankt Zweden. Dank u wel, Zweden. Ja, Zweden. Kutte, klutte, mutte, kutte, mutte. Champagne. Champagne. Ja, een chirping. Ja, een chirping toch? Oh, een chirping. Jongens, de koffieshow deze week gaat over natuurlijk morgen. 2016 dus. Ja, want wat gaan we allemaal beleven in 2016? En wat is de welgemene, professionele, toch journalistieke mening van deze twee giganten in de game-industrie, mag ik wel zeggen. Wat vinden deze twee legendes en hun glaasje champagne ervan? Ja, precies. Deze twee nestors. Nestors? Ja, voor al die jonge lui die ook allemaal de games in willen. Die kijken allemaal naar ons met zulke grote ogen en denken 2016 wordt ook mijn jaar. Mijn jaar dat ik doorbreek binnen Gamersnet. Dat ik ook zo'n glorieuze redacteur word. Ja. Jij hebt een lijst bij je. Nou, ik dacht ik pak even de lijst van de Fast Forward erbij. Ja, natuurlijk, want we zijn bezig met het behandelen van alles wat eruit gaat komen volgend jaar. Dus elke dag komt er weer een nieuwe preview van een game die hopelijk of waarschijnlijk in 2016 gaat verschijnen. Ja. Heel vaak blijkt dat ook niet het geval te zijn. Ja, en ik snap de hype niet zo goed van al die mensen. De hype? Ja, er zijn heel veel mensen die zijn op de site van ja, volgend jaar, dan gaat het los. Vanaf februari gaan we los. Er worden alleen maar goede games. De Division en. Ja, tuurlijk. Er komen weer goede games uit. Maar ik vind de lijst nou niet zo groot dat je denkt van. Wow, wordt 2016 een ongelooflijk dik jaar. Het wordt gewoon een goed jaar. Het wordt wel een goed jaar. Tenzij er nog straks heel veel op het laatste moment nog allemaal games aangekondigd worden. Maar het ziet er aardig uit. Maar dan moet je er wel van uitgaan dat er ook weer een heleboel games uitgesteld gaan worden. Maar bijvoorbeeld een Quantum Break komt dit jaar. The Division. Wat hebben we nog meer daar allemaal op staan? Far Cry Primal zou heel interessant kunnen worden. Nieuwe Mass Effect. Dat is ook wel tof. Al is dat ook weer zo'n titel dat je denkt van, die gaat misschien uitgesteld worden nog. Want wat hebben we daar nou echt van gezien? Nog niet zoveel, maar de trailer van de E3. Op Gamescom was het stil en inmiddels hebben we iets van 3 artwork platen die. Dus er was op N7, 7 november, was een trailer. Ah ja, oké, dat was nog een extra trailertje. En ik heb de Fast Forward inmiddels geschreven, staat nog niet online. Maar die staat voor jullie klaar. Jee. En ik denk dat we in die game Mass Effect Andromeda, dat we, zeg maar, dat je een guy bent die voordat alles losgaat op pad wordt gestuurd om de aarde opnieuw te vinden, een nieuwe aarde. Oh, dat ja, denk ja. ik. Want dat is in mijn hoofd de enige manier waarop ze iets kunnen doen, wat zich in tijden van dit afspeelt, maar niks te maken heeft met dat. De eerste trilogie. Precies. Ja. Ja. Nee. Dus daar heb ik heel veel zin in. Maar meer zin in qua nostalgische reden, want ik besef ook wel dat ik Shepard wel ga missen. Ja, ik wou net zeggen, je mist Shepard gewoon in je leven. Ja, het wordt ook natuurlijk het jaar van de nieuwe The Legend of Zelda. Dat is heel belangrijk en maar heel ook groot. Daar is het heel lang stil over geweest. Gaat hij nou wel op de Wii U verschijnen of wordt het een nieuwe console van Nintendo? Nee, Wii U. Nou, het is wel heel stil geweest, maar hey, laten we het hopen. Nieuwe Homefront. Homefront is een geval apart. Homefront The Revolution is echt, en volgens mij zeiden jullie dat ook al een beetje op Gamescom, dat is echt zo'n twijfelgeval game, want voor hetzelfde geld is het een soort van rip-off van Far Cry in een suburban area nou. Want daar lijkt het wel heel erg op. Heel erg Far Cry. Het is te Far Cry misschien wel. Ja. Maar then again, Far Cry Primal is ook misschien wel te Far Cry. Is misschien ook te Far Cry. Of te Primal. Of te Primal. Je weet het nooit. Je weet het nooit. Maar nieuwe Deus Ex, de nieuwe Doom is sowieso, nieuwe Doom zou echt heel vet kunnen zijn. Last Guardian gaat een keer verschijnen. Skillbound is voor heel veel mensen ook wel een soort van titeltje om in de gaten te houden. Voor de Xbox One dan, hè? Exclusive. Ja, dat wisten we ook al dat je dat zou noemen. Ja. Overwatch, Blizzard gaat maar weer aan de slag. Maar dan wil ik tegenover de PlayStation fanboys, want jullie hebben veel meer games dit jaar die tof zijn namelijk. Ratchet & Clank, de remake. Oh, ja. Fucking vet. En natuurlijk Uncharted 4. En daar verwacht ik heel veel van, vooral qua graphics. Want de Uncharted games zijn natuurlijk altijd de paradepaardjes van PlayStation als het gaat om de grafische kracht. Ja. En is de eerste Uncharted op de nieuwe consoles. Dus blow us away, Sony. Dat denk ik ook wel dat dat gaat gebeuren. Ja, die trailers beloven van wel. Ja, en daar heb ik echt heel veel zin in om dat te spelen. Record, wat zien we daar nog? Oh, de nieuwe Plants vs. Zombies Garden Warfare. Sorry, maar daar ben ik stiekem eigenlijk wel een beetje hyped voor. Dan hebben we hier nog Battleborn en Overwatch. De games die ik eigenlijk niet zo goed uit elkaar kan halen. Battleborn 2K, Overwatch Blizzard. Allebei MOBA-achtige first-person shooters. Ja, ik vind het een beetje hetzelfde.
Het komt misschien een beetje op hetzelfde aan, maar je hebt van die mensen die zeggen, alles wat Blizzard maakt is goud, dus dan zit je al vrij snel bij Overwatch. Ja. En als je Borderlands fantastisch vond, dan ga je natuurlijk mee naar Battleborn. Ik wil nog twee titeltjes noemen, dat is ten eerste Dark Souls 3. Ik weet dat heel veel mensen er zin hebben, maar komt die niet te vroeg? Te vroeg? Ja, de Dark Souls 2 is nog niet zo lang. Dark Souls 2 en dan plus als je een PlayStation 4 bezitter bent, dan heb je natuurlijk ook al je hart kunnen luchten in Bloodborne. Als je hele moeilijke RPG's stuff wou, zeg maar. Dus ik weet niet, ik ben zelf niet zo'n persoon, maar... En ik heb heel veel zin in Halo Wars 2. Maar Halo dat is een persoonlijke fetish. Ja, de Halo fetish. Nee, maar de real-time strategy game, de enige real-time strategy game die werkt op console was Halo Wars 1. Deze wordt ook nog eens gemaakt door de makers van Total War. De Creative Assembly. Halo Total Wars? Ja, nice. Ja. Yeah. Overigens komen die ook met Total War Warhammer natuurlijk. Total Warhammer? Ja, dat wilden ze niet. Maar, Halo Wars 2 en Ghost Recon Wildlands. Oeh ja. Kan heel bijzonder worden. Een beetje Just Cause-achtige manier van... Tom Clancy eren. Het is een Tom Clancy game, maar nu met z'n allen in een soort open wereld met heel veel vrijheid. Ja. Ja, het zou wel eens iets kunnen worden. Maar als ik zo de titels van het jaar kijk, waar heb je het meest zin in? Gears of War 4 zou zomaar heel vet kunnen zijn. Maar Recore staat erop. Ik denk niet dat Recore dit jaar gaat verschijnen. Er is ook te weinig over gehoord. Recore zou heel vet zijn. En ik ben ook wel benieuwd naar... Wat is Recore? Ik heb nooit van gehoord. Recore is van de makers van Metroid Prime. Maar is een exclusieve game voor Xbox One. En dat lijkt een soort van... Ja, er is één cinematic trailer verschenen. En die spreekt al echt boekdelen. Maar we weten nog steeds niks eigenlijk. Okay. Maar hij leek mij heel vet. Artstyle is gaaf, protagonist, iets met cores die je dan in andere robots kan zetten. Oh, en die dat game! Je ja. Jawel, die ken ik wel. Ja. Zie natuurlijk. Ja, in Los Angeles. Ja, alles is één waas, een roes van te veel vette games. Ja. Oké, dus daar wacht je het meest op? Ja, nou ja, ik denk niet dat die dit jaar gaat verschijnen. Dus waarom niet dan? Jaar, 2017 denk ik dan. Want ja, dat is één trailer en that's it. Voor de rest niks meer gehoord van die game. Ja, maar goed, Fallout werd ook aangekondigd op P3. Ja, maar daar is inmiddels meer van verschenen. De game. Ik dacht je bedoelde Far Cry. Fallout. Ja, maar toen was er ook meer van verschenen. De game inmiddels. Ja, ook de game inmiddels. Het hoeft niet zo lang te duren. Ik heb vorige Hot Coffee Show heb ik al gezegd dat ik iets van 130 uur in die game heb zitten. Dat niemand zich trouwens... Dat was helemaal geen schaamte voor verder. Dus thanks jongens. Thanks dat jullie dat gewoon accepteren van mij. Nice. Ik heb meest zin in The Legend of Zelda. Ja, dat zou heel vet kunnen zijn. Echt. En Mass Effect heb ik natuurlijk ook zwak voor. En alle Star Wars. Maar goed, er staat niks van op. Dus, nee. Jongens, laat ook voor jullie weten. Hè? Wat vinden jullie... Wat verwachten jullie van 2016? Welke games ga je sowieso halen? Ja. Waar twijfel je nog over? Wordt het een beter jaar dan 2015? Of wordt 2017 nog beter? Ik wil wel zeggen, 2015 was wel echt een heel sterk jaar. Topje niet makkelijk. Dus dat is... 2016 heeft nog wel een appeltje te schillen met 2015. Mooi gezegd. Ja. En laat een stelling over achter. De eerste stelling van 2016. Laat het ons weten. Wat wil je van ons horen? Moet ik minder vaak gay zitten? Of vaker? Vaker gay zitten? Ja, laat het weten in de reacties. En... bedankt voor dit jaar. Ja, en als je dit kijkt in 2016, gelukkig nieuwjaar. En bedankt voor alles wat jullie met, samen, voor ons hebben gedaan in 2015. We hopen dat het voortzet. 2016 wordt ook voor gamers net een fantastisch jaar, of de games nou goed zijn of niet. En vergeet niet, als je games hebt waar je denkt van, oh my god, ik ben zo benieuwd ernaar. Fast forwards. Elke dag nieuwe previews van alle games die in 2016 gaan verschijnen. Heep hoi. Niks aan toe te voegen. Twitter, Facebook, YouTube. Doe die likes. Doe abonneren. Doe volgen. Doe dingen. Ook in 2016. Lekker kort ook. Ik blijf doorgaan. Ik heb nog wel meer. Wat wil je nog meer kwijt dan, jongen? Dat was een bluff. Ik heb letterlijk niks meer. Okay. Tot volgende week.